Heel veel mensen in mijn omgeving, die denken de andere kant op. Van, ja, ik ben autist, ik heb een beperking. Shit, ik ben beperkt. Hoe kan ik aan een macrobeeld? Ik solliciteer gewoon en ik zeg, ja, hé jongens, ik heb wel autisme. Ja, maar wat is dat dan? Wat heeft het? Wat belemmert het bij jou? Nou, dat en dat. Oké, hou er rekening mee. We hebben de ambitie als universiteit om een inclusieve en diverse universiteit te zijn. Dat betekent ook dat we mensen met een arbeidsbeperking kansen willen bieden om hier te kunnen functioneren en hun talenten te kunnen laten groeien. Zeker bij deze groep medewerkers is het heel belangrijk dat mensen in een goed nest terechtkomen. Dat je goed nadenkt van tevoren van wat zijn de activiteiten die je laat doen en hoe begeleid ik dat. Ja, wat ik interessant vond is om wat meer achtergrond te horen over waarom de universiteit dit doet. En waarom het zo belangrijk is om diverse collega's te hebben. Want ja, diverse collega's zorgen ook voor diverse soorten oplossingen. De Harry-training bieden we nu aan om begeleiders en leidinggevenden daarin goed te kunnen faciliteren. H staat voor hulpvaardigheid, de A voor alert. Je moet realistisch zijn, je moet er rustiger wellicht in zijn, dat is de R van Harry. Je moet instruerend zijn en uiteindelijk eerlijk. En ja, je gaat een aantal dingen leren over wat is supported employment. Kennis over de doelgroep zelf, de wetgeving en het vangnet. Dus daar krijg je ook gewoon wat feitelijke informatie over. Hoe organiseer je het werk en hoe manage je de verwachtingen in de omgeving? Het samenstellen van interactieve opdrachten en met elkaar intervisie over deze situatie. Het coachen en motiveren van een medewerker en hoe ga je met communicatie om en feedback geven. Ik ben er zeer enthousiast over. Ook vooral door de ervaringen die werden gedeeld door de andere UR en RSM-collega's. Waardoor ik eigenlijk nog beter onze medewerkers kan begeleiden. En hoe interessant het is om te zien wat je aan beide kanten voor elkaar kan bijdragen. Of hoe je van elkaar kan leren eigenlijk. Van de vorige keer heb ik meegenomen de tip om ook aan de kandidaat te vragen hoe hij geïntroduceerd wil worden bij de nieuwe collega's. En die heb ik meteen in de praktijk kunnen toepassen. Wat hier gebeurt is, dat zou ik aan W willen geven, is dat gewoon de collega die op cursus is, dat die na een uur er al achter komt. Het gaat helemaal niet over kwetsbare nieuwe collega's, het gaat ook over mijn gewone collega's. En weer een uurtje later, het gaat ook over mezelf eigenlijk. Dat is wat ik mensen mee wil geven. Ja, daarvoor zou ik iedereen toch wel deze cursus aan willen raden.